Luisteraars gaan er weer aankomen. Wat vind je van deze ploeg dit jaar? We hebben een hele diverse ploeg waarin opvalt dat ze kwalitatief allemaal erg dicht bij elkaar liggen. We hebben iedere categorie goed gevuld. En dat betekent dat er een strijd zal komen die ja, misschien nog wel spannender is dan vorig jaar. Het is altijd leuk om een wedstrijd te zien waarbij de deelnemers heel dicht bij elkaar liggen natuurlijk, want dat maakt het spannend. Dus ja, ik heb ze nog niet horen repeteren voor vrijdag. Ik ga morgen even kijken en vrijdagochtend natuurlijk, als de repetities beginnen. Dus ik ben benieuwd, het is heel spannend. Ja, je stond vandaag voor het eerst op het podium. Het podium staat net. Hoe voelt dat dan? Ik bedoel, vorig jaar met Lisa, die heeft nu al die audities gehad, die staat in het Circus Theater. Hoe voelt het dan om toch weer hier in 22 in al het licht te staan? Ik heb niet meer op het X-Factor podium gestaan sinds Lisa won van Rachel. En we al die confetti over ons heen kregen en al dat vuurwerk en gedoe. En dat is nu bijna een jaar geleden. Nou, zeg 9, 8, 10 maanden. Het voelt heel vertrouwd. Het is een hele prettige plek. Het is fijn dat het er weer staat allemaal. Gek genoeg, als je midden op het podium staat, dan voelt het heel warm. En voel je je echt omringd door licht, warmte, liefde en, en geluk. Dat is het grappige. Want normaal gesproken, als je midden op een podium staat, dan is een set, een decor als dit, is best intimiderend. Maar bij X-Factor is dat niet zo. Dus het is een mooie en een goede en een warme set. Het voelde heel vertrouwd en heel prettig. Fijn om Wendy ook weer lekker naar huis te hebben dit seizoen. Ja, ik heb Wendy nog niet gezien sinds de X-Campus ronde. Ja. Anderhalve maand geleden. Zij is in de tussentijd natuurlijk bevallen. Ik ben op vakantie geweest. We hebben wel contact gehad met elkaar tussendoor. Maar het is leuk om haar weer even te zien. Ze ziet er goed uit. Ze ziet er echt goed uit. Ja, wat is nou de grootste uitdaging van jou voor zo'n live show? Zijn dat de teksten, zijn dat de dingen die mis kunnen gaan, of zijn dat toch die 20 camera's die er hangen? Het lijkt heel ingewikkeld, presenteren van zo'n programma, maar dat is helemaal niet zo. Je moet gewoon proberen zo min mogelijk in de weg te lopen eigenlijk. Daar komt het op neer. Nou nee, kijk, we hebben zoveel inhoud met die fantastische talenten allemaal. We hebben een jury die goed op elkaar is ingespeeld. We hebben heel veel sfeer altijd in de zaal. En het enige wat een presentator of presentatrice doet, is gewoon de gelegenheid geven. En soms is iets verduidelijken of iets aan- en afkondigen, maar dat is het wel zo'n beetje. Wat wij altijd proberen te doen, is ernaar kijken zoals iemand dat thuis ook zou doen. Dus gewoon ervan genieten, meeleven, luisteren naar de liedjes, kijken naar wat er gebeurt met die mensen. En ja, dan komt er vanzelf een vraag op en... Ja, op die manier proberen we die talenten heel dichtbij te brengen. Dat je thuis zit, dat je een beetje begrijpt hoe die mensen zich voelen. En hoe hard ze knokken om hun talent naar boven te laten komen. En als je zo dichtbij komt, dan leef je ook mee. En dat is, vind ik, het leuke van dit programma. Ja, een van onze lezers vroeg zich af, hoe zit het met de autocue-teksten? Schrijven jullie die zelf? Wanneer krijgen jullie die? Lezen die van tevoren? Of is het echt letterlijk wat je voor je neus komt? Lees je op. De teksten komen, de basistekst, alleen van de main show, dus nog niet van de uitslag. Uitslag heeft ook een heel eigen geraamte, is eigenlijk zien we als een apart programmaatje. Waarin alles natuurlijk zo is opgebouwd dat we of als ze stemmen lang laten wachten, dat we of gewoon een kwartier kunnen doorgaan zonder dat er iets aan de hand is. Of dat we na 5 minuten bijvoorbeeld al de kaartjes van de uitslag krijgen. Dus dat is iets aparts. Teksten voor de main show die komen binnen op woensdagavond meestal, dus vanavond. Dan kunnen we daar morgen rustig even naar kijken. Dan hebben we vrijdagmiddag vanaf 1 uur een vrij lange sessie. Tot meestal wel een uur of 5, 6. Waarin we de hele show herschrijven. Dat doen we met z'n tweeën, Wendy en ik. En onze vaste redacteur daarbij. Frank Westrus, geniale tekstschrijver. En een hele lieve jongen. Dat mag ook eens gezegd worden. En dan proberen we alles een beetje te verdelen. Van god, jij ligt goed bij die kandidaat, jij bij die. Wat kan je zo iemand nou eens vragen? En dat doen we in de gezamenlijkheid. Okay. En dan, dan schrijven we het over. Dan nog heb je je teksten eigenlijk als leidraad eigenlijk, voor het programma. Als een soort iets waar je op terug kan vallen. Want we proberen wel zoveel mogelijk spontaniteit te zoeken in het programma.
Ja, jij bent eigenlijk iemand die iets wat de kijker heel vervelend vindt, is dat rekken van het bekendmaken wie er door zijn elke week. Ja. Daar heb je eigenlijk een soort kunst van gemaakt. Je kan het heel erg goed. Oefen je dat? Of is dat gewoon iets van... Hoe ben je er ooit mee begonnen? De reden dat, dat rekken erin zit, is omdat je de regisseur op dat moment de gelegenheid moet geven om alle shots te maken. Je hebt een paar seconden nodig, want je wil de kandidaat wil je even zien, de spanning op iemands gezicht zien. Ja. Je wil familieleden in de zaal even zien, die ook zo zitten. Je wil een paar fans zien met een spandoek die zo zitten te kijken. Daarna wil je de kandidaat weer even op zijn gezicht zien. Dan wil je de presentator weer even zien, die zegt van, het is geworden. Dus je geeft gewoon de regisseur op dat moment, het is heel functioneel, dan geef je de gelegenheid om al die shots te maken. Het is niet zo dat we met een satanisch genoegen proberen om dat zo lang mogelijk te laten duren. Dat heeft echt een functie. En ik kan me voorstellen dat mensen dat soms een beetje vervelend vinden, maar het is toch heel functioneel. Ja. Het werkt wel. En dan als laatste vraag, Whatever gaat nu de live backstage show doen op internet. Ja. Ga je ze nog tips geven als je ze ziet deze week? Dat hoeft helemaal niet, joh. Die hebben geen tips nodig. Nee. Daar gooi je een kwartje in en die gaan gewoon vol gas daardoorheen. Ik heb daar het volste vertrouwen in. Nou, dan wens ik je veel succes vrijdag. Dank. En veel plezier. Dank je wel. Ik ben erbij vrijdag. Ik ben heel benieuwd. Ik zie er goed uit. Ja.